zit mijn auto zo direct hier neer. PS5 was lekker, PS5 was lekker, heb ik gewonnen. Ja. Beetje geluk met de VAR, hè? De VAR heeft ons ook een beetje er doorheen gebracht. Ja, heel goed. En Emmen was niet te temmen, hè? Ja, dat heb ik weer verwacht. Maar dan had ik ook een laatste 5-0 en dan komt er die stomme kool tegen kool. En een verdediging, man. Ja, we lachen, man. Leuk, man. Ja, maar kijk, kom op, man. Ik flip er wel het pand vanuit. Want juist die twee kools, die kunnen straks de das omzaaien, weet je, snap je? Ja, dat is zo'n 12 kools voor. Nou. Maar dat is wel lekker. Maar ja, nu krijg je weer nog twee. Niet van de sigaar, maar dit voetbalclub dan, hè? Nee, met Isaac, hè? Ja, maar ik ben niet zo bang voor hem, weet je. Nee, hij is tegen die kleine jongetjes. Nu moet hij het laten zien tegen Groningen. Ik denk dat die licht hier eet hem op, man. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik denk dat de licht hem op eet. Ja. Nou, maar Veld is er ook, want die schopt hem ook onderuit. Nou ja, dat kan wel leuk altijd hebben. Ja, maakt niet uit. Zo, top, hè. Nee, maar ja, nou hopen dat hun een foutje gaan maken. Want wij mogen geen fout maken natuurlijk, als je kampioen wordt. Nee, maar zo spelen maken wij geen fouten meer. Nee, maar ik... We hebben het ook goed bij Emmen, weet je wel. Alleen de laatste half uur en nog half uurtje nog een paar doen bij gemaakt. Juve. Forza. Forza Italia, je doet Juve. Ja, een baan van goal. Daar kan ik niks over zeggen, maar ik weet zeker dat zonder Ronaldo en die anderen. Ja, ik durf niet eens te zeggen of hun spelen, weet je, maar ik weet wel dat het een hele zware wedstrijd wordt, maar je moet hem gewoon winnen met 3-0. Ja. Toch? 3-0? Ja. Ja, dan ben je door. We willen hartstikke vieren. Ja. Dat zijn echt. Ja. Moeilijk, hoor. Uit. 6:30, zaterdag. Wil twee zo'n Ja, maar die win je wel, man. Ja. Je moet je winnen. Je moet alles winnen om kampioen te worden. Dus je moet gewoon zeggen dat je wint. En je spelers moeten ook gaan denken, we winnen. Dus voor Frenkie Jongens eigenlijk tegen zijn oude club Willem II. Is zijn laatste wedstrijd tegen Willem II, want hij gaat natuurlijk naar Barcelona. Ja. Dus misschien gaat alles geven tegen zijn aan club. Ja, of dit soort grafieken naar haar doelpunt. Dus... Nee. Ik denk dat Ajax wel heel scherp is. Ze hebben het ook tegen hem heel makkelijk gevoetbald. Niet eens heel veel zwaar in zijn energie erin gegooid. Nee, maar dat kunnen ze wel, maar die wedstrijd in de week spelen. Tuurlijk. En dat is ook meteen de voorproefje voor de bekerfinale dit, hè? Willem II. Ja, ook dat. Is ze onder koffer, hè? Onder de koffer met de koffer, toch? Onder de koffer met de koffer, ja. Nou, zeg maar de stand. Ik zeg 0-3. Ja, nou, 1-4. 1-4, oké. Okay. Nou ja, en de Juve thuis 3-0. Ja, 3-1 denk ik. Nou ja, maar geen goal tegen, maar oké. Juve thuis, zullen het anders 1 goal tegen? Ja, wel had de goal tegen, maar oké, maakt niet uit. Dus... Ja, maar kom op, hé. Jodek. Als je nou het filmpje deelt, weet je, dan krijg je zo'n mooi shirt. Mooi shirtje. Donkerblauw. Het is een XL, dus dat is mijn maat, maar ik weet niet welke maat je zelf hebt. Maar... Oh, t-shirt. T-shirtje zit met korte mouwen. Mooi shirtje hoor. Ja, dat is de hele en kan goed zeggen. En je weet het, AFCA Campy Stop. Ja. Snap jij? Dus we worden kampioenen. We worden gewoon kampioen, ja. Ja. Ja, wat jij zegt kan ik niet zeggen. Maar Ajax Amsterdam wordt kampioen, dat zeg ik. Ja, heel erg. Kampioenen, wat zo.